649.620 kilometer. Dat is nou echt een... Ik vind 3 ton is ook al veel. 2 ton is als je het moet lopen of fietsen ook niet te doen. Maar 6,5 ton, dat is een propere klokje rond kilometerstand. En de kans dat je dan in een Volvo zit, ja, die is nou eenmaal vrij groot. En als ik moest gokken welke motor het was, dan had ik gezegd... de 5-cilinder met 140 pk. En dat was het ook. Dat zijn degenen die komen gewoon het allerverst. Op gas uiteraard. En complimenten voor de eigenaar en het mechaniek van Volvo. Hij is niet nieuw. Het is een Volvo, dus hij rammelt. En je voelt dat er her en der wat slijt op zit. Maar voor zijn kilometerstand is het een keurig exemplaar. Ik kan er niks anders van zeggen. Ik weet niet precies hoe de buitenkant eruit ziet, want het regent nogal. Dus hij was kletsnat toen we erop afliepen. En ik heb ook niet de tijd genomen om de buitenkant te bekijken. Ik wilde gewoon rijden. En dat doen we nu. Tijdens die rit valt op dat er wel het een en ander aan vibraties in zit. Zowel bij het rijden als op de snelweg, als met het accelereren. Je voelt dat er speling en aandrijving zit aan de ene kant. En ook wel in het onderstel sturen gaat ongemakkelijk licht. En in de middenstand zit er heel weinig gevoel in. Met accelereren schudt hij een beetje. Dat zou iets van aandrijfassen kunnen zijn. Over korte oneffenheden voelt hij vrij scherp. Terwijl die dan, als je een drempel afgaat, juist weer een beetje aan de slappe kant is. Maar dan weet ik ook niet zo goed hoe deze auto nieuw was. Want zie maar eens zo'n ding te vinden met een echt laag kilometerstand. Ja, dan weet je hoe die ongeveer reed. Zoals Volvo hem bedoeld had. Maar nu, 20 jaar na dato, die dingen die hebben allemaal... ik weet niet hoeveel kilometers gelopen. En dus slijtage door de leeftijd... Ja, zeg het maar hoe het hoort te rijden. Ik weet het ook niet. Zoals de geranium bij de vensterbank hoort, hoort Klokje Rond bij Autoweek. En zo hoort eigenlijk een beetje de Volvo V70 bij Klokje Rond. Want ja, je weet, dit is niet de eerste die we hier hebben. Maar Wim, waarom moesten we nou die van jou per se uitnodigen? Ja, kilometerstand natuurlijk. Maar dat is niet uitzonderlijk. Ja, ik denk dat die nog in hele goede staat is. Ik weet van het mankement van de versnellingsbak, dus dat moet nog een keer aangepakt worden. Ja. Maar ik denk dat die gewoon verder heel goed bijgehouden is. Toen kocht was ze achterstallig onderhoud. Daar heb ik bijgewerkt. En ik probeer hem nou zo goed mogelijk te onderhouden. Ja. En het bijgehouden, dat doe je allemaal zelf. Ja. Ja, terwijl je geen technische opleiding of achtergrond hebt. Je bent wel een beetje thuis in de software. Ja, het is een kwestie van, als je maar weet wat je doet, kan je in principe alles doen. Ja, learning by doing. En gewoon voorbereiden. Ik maak van grote operaties maak ik een draaiboek van tevoren. Dan lees ik me in van, oké, wat kan ik tegenkomen? Heb ik speciaal gereedschap nodig? Het is niet zo dat je niet wil, als die uit elkaar ligt, erachter komt dat je een bepaald gereedschap niet hebt en niet verder kan. Dus dat wil ik voor zijn. Ja. Ja. Er gaat nu een onafhankelijk techneut naar kijken, maar je brengt hem in ieder geval voor de APK altijd trouw naar de Volvo dealer. Klopt. Ik ben sowieso heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Dat ben ik ook. Ik ben niet zo scheutig met mijn complimentjes, dat weten jullie allemaal wel. Maar ik zal de Volvo-liefhebbers wat voedsel geven. Deze motoren, specifiek deze, ik weet niet eens wat de exacte code is, ik denk B5244S. S2 zie ik daar. Maar goed, de 140 pk 5-cilinder, dat is misschien wel een van de beste motoren ooit gebouwd, want man, wat kan zo'n ding een mishandeling hebben? Dat weet ik, want Tim heeft er eentje en die blijft het ook gewoon doen. Op gas is er natuurlijk altijd extra slijtage van onder andere het kleppenterrein. Nou, deze auto heeft gas, die heeft ook een flash loop installatie gehad om overmatige slijtage van kleppen en klepzetels
tegen te gaan. Die installatie zit er niet meer in. Maar de kleppen zijn ooit wel gesteld. En dat is vaak waar het misgaat, dat de kleppen niet gesteld worden. Op den duur hebben ze dan te weinig klepspeling, waardoor ze niet goed meer afsluiten in de cilinderkop. En een uitlaatklep, ook een inlaatklep trouwens, raakt het grootste gedeelte van zijn warmte kwijt als die gesloten is aan de cilinderkop. Als je te weinig klepspeling hebt, sluit de klep niet goed meer, dan wordt die te heet en dan verbranden ze. En dat is waar veel van die dingen op kapot gaan. Maar dat is dus eigenlijk ook achterstallig onderhoud. Ik ben best wel aan het zoeken, maar tot nu toe kan ik er geen grote gaten inschieten. Het is noemenswaardig hoe weinig olie deze motor verliest na zoveel kilometers. Ik bedoel, tuurlijk, dit is niet origineel, zullen we maar zeggen. Maar als dit alles is, en heel veel meer, heeft hij ook gewoon niet gelekt, als ik het zo inschat. Want als die recent helemaal schoongespoten zou zijn, dan zou dit er heel anders uitzien, veel schoner. Maar dat is niet zo. De achterkant van die motor is keurig droog. De versnellingsbak is nagenoeg helemaal droog. Het is gewoon een dikke, dikke pluim na 6,5 ton dat er zo weinig lekt. Wat wel opvallend is, is hoeveel schade er aan de bodem zit. Regelmatig heeft deze auto met zijn subframe, maar ook verder naar achter toe, hardhandig de grond geraakt en echt diepe krassen in metalen onderdelen getrokken. Dat heeft te maken met een hele slappe demping van het onderstel. Dus die auto die duikt gewoon te ver naar beneden als je een drempel op of afrijdt. En dan raak je zo nu en dan de grond. Achter het subframe zit nog een verbindingsbalkje en die is echt hard geraakt. Dat balkje zelf is al een keer vervangen, omdat die heel erg vervormd was. Maar de bouten die erin zitten, die horen gewoon recht op de bodem geschroefd te zitten. Maar deze staat onder een hoek van 45 graden. Dus ik had niet graag in die auto gezeten op het moment dat dat misging. Dat moet een enorme rotklap geweest zijn. Achterste of een van de achterste uitlaatophangingen van de Volvo staat erop bekend dat de beugeltjes waar het rubber aan vast zit van de uitlaatpijp afroesten. En daarin is voorzien door een aftermarkt beugeltje, wat bij de meeste Volvo dealers gewoon te koop is, wat eigenlijk ter vervanging van die uitlaatophanging dient. Ik ken geen enkel ander merk dat zoiets verkoopt. Normaal gesproken verkopen ze hier gewoon een nieuwe uitlaat. Maar bij Volvo kan je een beugeltje krijgen om de van de uitlaat afgeroeste onderdelen te vervangen. Vind ik een sympathiek onderdeel. Wordt gewaardeerd. De Volvo is nooit een hele strakke auto geweest. Maar wat daar ook niet bij helpt, dat is dat er hier wat speling op het voorwiel zit. Dat andere wiel heeft het ook en dat is de binnenste stuurkogel waar wat slijt op zit. Voor de APK mag dat, zeker in deze mate. Maar hij gaat hier niet trefzekerder van rijden. Daar is dus wat winst te halen. Dat onderstel, daar hadden we het al even over tijdens de proefrit, dat het niet knijter slecht is, maar dat hij in mijn beleving wel beter kan rijden. Nou zijn die schokdempers ooit dus ook vervangen, maar dat is inmiddels wel 3 ton geleden. En dat is best wel lang voor een schokdemper. KIB is een van de grootste schokdemperfabrikanten ter wereld, dat is een Aziatisch bedrijf, geeft aan dat de gemiddelde levensduur 60.000 kilometer is. In Rusland gaan ze soms maar 15.000 kilometer mee en op de biljartlakens van wegen die wij hier in Nederland hebben, gaan ze, als je alleen maar snelweg rijdt, met gemak 200.000 kilometer mee. Maar 3 ton is in alle gevallen gewoon lang. Dus hier is zowel qua demping als qua speling winst te behalen. De veren van de Volvo, dat zijn waarschijnlijk nog de originele. En verenstaal
in tegenstelling tot wat gedacht wordt, slijt niet. Dus een auto zakt niet of nauwelijks in omdat zijn veren inzakken. Veren slijten niet, veren breken. En dat breken, dat is vaak gevolg van inwerking van roest. En hier zien we ook wel al redelijk wat roest ontstaan op de veren. Dus als de schokdempers nog een keer vervangen worden, zou ik er mooi ook nieuwe veren op zetten. Dat is natuurlijk vervelend als je die dempers vervangt. En enkele tienduizenden kilometers later moet het weer uit elkaar om de veren te doen. Terwijl je die in je handen hebt als je de dempers vervangt. Zo, dat was hem. En qua defecten viel er eigenlijk niet zoveel te vertellen. Dus we kunnen vandaag weer eens de loftrompet steken voor Volvo en de thuissleutelaar. En die laatste, dat is de uitzondering die de regel bewijst. Want de meeste thuissleutelaars, daar ben ik niet zo'n fan van. Maar dit hier, ja, dat is gewoon heel knap wat daar allemaal aan gedaan is door iemand die dit niet als vak uitoefent. En het resultaat is een auto met een bijzonder hoge kilometerstand die in, nou, bijzonder goede staat is wat mij betreft. Nou, dat was een hele dikke duim van Joep. Ja. Ik had het ook wel een beetje verwacht toen ik de auto zag. En ja, ziet er allemaal keurig uit. En dit is ook wel een leuk accessoire. Jawel, hè? Een origineel tafeltje. Ja, origineel Volvo tafeltje, ja. Voor de picknick onderweg. Voor de picknick onderweg. En heb je het al eens gebruikt? Absoluut. Ja? Elke vakantie gebruik ik hem. Gaat hij erop? Gaat hij erop. Al is het alleen maar voor de omstanders. Ja. Hey, nou ja, 6,5 ton nu. Je zegt zelf, 7,5 zou je graag doen. Maar ja, dat duurt bij jou iets meer dan 2 jaar dan. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je over 2 jaar al afscheid gaat nemen van een auto waar je al zoveel aan gedaan hebt. Die kans is heel groot dat dat inderdaad niet gebeurt. Nee. Dus nu weer lekker verder sleutelen en doorrijden. Absoluut. Even de dingen die ik gehoord heb, denk ik van nou, die van de balhoofden, dat had ik al vernomen. Dus dat gaan we gewoon doen. Ja. Schokdempers gaan we doen. Dus ja. Nog heel veel rij- en sleutelplezier dan met je auto. Ja, dankjewel.